Ik ben Chloe, ik ben 17 jaar en ik weet sinds een half jaar dat ik MS heb. Het begon een jaar van tevoren voordat ik het te horen kreeg, zeg maar, dat ik officieel MS had. En het waren eigenlijk kleine klachten, een schok door mijn lichaam, slapend been, slepend been. Op een gegeven moment zelfs doorheen gezakt. Toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis en toen is alles onderzocht en toen ben ik overgegaan naar het Sophia. En daarna is het eigenlijk zeker geworden. Heel kort eigenlijk maar gehuild, wat ik me kan herinneren. Het was een paar tranen en toen ja, was het weer weg. Maar toen moest ik ook weer gelijk opgenomen worden. En het ging heel snel. En ja, eigenlijk ben ik daarna echt pas gaan denken van, ja, het is nu wel echt zo. Ik kan sowieso niet meer rennen. Na 3 passen rennen, joggen, dan is het wel gedaan. En dan ben ik gewoon dood op en zijn mijn benen heel erg zwaar. Dus vandaar dat het voetballen ook niet meer gaat. Want ja, daar moet je natuurlijk wel wat rennen. En het fietsen, het gaat wel, kleine stukjes. Maar langere afstanden, bijvoorbeeld vanaf mijn huis naar school. Dat wordt hem al niet meer, want dat is best wel een heel eind. Dat is ongeveer een half uurtje fietsen. En dan zijn mijn benen gewoon heel erg moe. En dan wil ik eigenlijk alleen maar liggen, zitten, slapen. Dan is mijn lichaam gewoon helemaal op. Heb ik iets nodig? Soms heb ik mijn krukken wel nodig. Maar gelukkig niet heel vaak meer de laatste tijd. En verder krijg ik nu een elektrische fiets. Een fiets met trapondersteuning. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Want dan kan ik gewoon weer zelfstandig mijn dingen doen. En zelfstandig overal heen. De dingen die nog wel leuk zijn, school, mijn klas dan. Dat is heel erg, is gewoon gezellig, allemaal meiden onder elkaar. En mijn familie natuurlijk, maar dat verandert gelukkig ook niet. Mijn werk, ik ben dan wel van baan veranderd, maar ik zit nog wel achter de kassa en het is eigenlijk hier zo leuker dan mijn vorige baantje. En mijn vriend, dat is ook gewoon een heel afleiding. Ja, ik probeer wel mijn leven gewoon een beetje hetzelfde te houden als wat het was. En dat lukt ook wel aardig, gelukkig. Mijn tip voor degene die net MS hebben of ja, misschien toch wel een tijdje en niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Ja, ik denk dat het belangrijkste is om gewoon echt jezelf te blijven en gewoon je niet laten inpalmen door de MS. Dus ja, dat is gewoon wat ik ook probeer te doen.